Het ministerie van Volksgezondheid heeft 8 tot 9 weken geleden aan de leiding van de directeur van Volksgezondheid, oud-directeur wel te verstaan, mevrouw Martelisa Eersel, een raad voor bloedvoorziening in Suriname ingesteld die onze bloed die we nodig hebben vooral bij operatiekamers veilig te stellen. Recent is er gezegd dat er een beetje tekort is. Ik heb met de ziekenhuisdirecteur gecheckt. Inderdaad is er een tekort, niet zo alarmerend. Maar ik wil van deze plaats uit mensen oproepen zich op te geven bij de bloedbank als bloeddonor. Omdat wij zo het probleem kunnen helpen oplossen. We hebben dus meerdere bloeddonoren nodig. Daarnaast is niet zo lang geleden een dependance van bloedbank in Nikeri geopend met medewerking van het Moengra Medisch Centrum. En het ministerie is ook van plan om in Marwina, Atjoni en in samenwerking met actoren zoals RGD en de medische zending nog meer bloedaftapplekken te hebben, waardoor ook mensen buiten Paramaribo en nu ook Nikeri bloeddonor kunnen worden. Wat dat betreft is het ministerie volop bezig. Vanavond is er een meeting tussen Raad voor Bloedvoorziening met de bloedbank om te kijken hoe wij ook het tekort dat we hebben aan bloed structureel kunnen gaan oplossen. Vanuit deze plek doe ik een beroep op ieder die bloed wil doneren aan de bloedbank om zich massaal op te geven bij de bloedbank. U kunt dagelijks daar terecht van 7 tot 3 uur. En de bestaande bloeddonoren wil ik danken dat zij bloed geven aan de Surinaamse gemeenschap, aan de hulpbehoevenden. Ieder kan eens bloed nodig hebben, dus laten wij Astrana Mans samen massaal bloed doneren aan de bloedbank ten behoeve van de gemeenschap van Suriname. Dank u wel.